En de start valt. Leiding wordt genomen door Jaap van Rijn, Magic Schermer. Aan de binnenkant daarachter ligt Nero Hollandia. Uitgeschakeld nummer 10, nummer 10 galop. En Jarhead zijn we meteen kwijt naar de start. En zo gaan de paarden de eerste bocht in. Zijn de kleuren van Gerard Hoepen die vooraan liggen. Stal Schermer, die leidt met Magic Schermer. Daarachter op de tweede plaats Nero Hollandia. De derde plaats daarachter is voor de Forse uit de kluiten gewassen Love Surprise. En de vierde plaats daarachter, ook aangesloten, is voor Nova Melo. Dan valt er een klein gaatje naar Neymar Black, die vandaag voor het eerst loopt. Paard achter hem geldt hetzelfde voor, Mac McManaman. En de rest van het veld ligt daar dan weer achter. En zo gaan de paarden de eerste 500 meter door. De eerste tijd wordt neergezet door Magic Schermer en luidt 1:16:02. Dat is niet heel hard, dus komt er ook wat beweging in het achterveld. Paarden gaan op weg naar de volgende bocht en Magic Schermer leidt. Magic Schermer, Nero Hollandia. Aan de buitenkant is aan de opmars bezig Niels Jongejans. Die schuift op met Navalin. En voor hem uit gaat nu ook een deelnemer, want dat is Love Surprise die van de reling af is gegaan. Love Surprise gaat aan de buitenkant naar voren, zoekt langzaam de leider op. Maar de nadruk ligt daarbij toch echt op het woord langzaam. Paarden komen weer in de rechte lijn voor de tribune. Inmiddels ook in het tweede spoor terechtgekomen Exploit Kronos met Christophe Martens. Ligt de derde paard aan de buitenkant in dat rijtje. En zo komen de paarden voor de tribune langs. Heel matig tempo. We openen in 16-8. Dat gaat het nu al niet meer. 20-5. Eerste kilometer 18. En dat heeft Bakker ook gezien. Die keek ook even op het scherm op het middenterrein. Hoef je niet op je klok te kijken. Dat scheelt weer. Eerste kilometer 18. Dat houdt in dat die laatste kilometer best wat harder kan. Paarden gaan nog 900 meter afleggen. Gaan de rechterbocht in. Magic Schermer is alvast aan het versnellen. Magic Schermer aan de buitenkant Love Surprise. Daarachter aan de relingzijde Nero Hollandia. Daarachter valt nu een heel klein gaatje naar Nova Melo. Aan de buitenkant naast hem ligt Navalin. En Driedik gaat aan de buitenkant nu in de aanval Exploit Kronos. Exploit Kronos dreigt het contact met de kopgroep kwijt te raken. Daar gaat Martens nu wat aan doen. Gaat er naartoe lopen, ligt nu op plek 4. En zo zijn de paarden halverwege de rechte lijn overzijde. 15-4 de tussentijd. En Van Rijn heeft heel goed gekeken naar McNullen. Die lag ook zo op de kar. En Van Rijn denkt dat ligt eigenlijk best lekker. Het is Magic Schermer die leidt. En die pakt nu ook wat afstand. Magic Schermer. Daar gaat achteraan Nero Hollandia. Aan de buitenkant heeft het nu ietsje moeilijker. Love Surprise. En ze zijn halverwege de Tjarnabocht. Nummer 11 galop en onregelmatig. Zo gaan de paarden de laatste rechte lijn inkomen. En het is Magic Schermer die daar leidt. En nu moet Tesla de trucendoos open gaan doen. Hij heeft inmiddels de klepjes getrokken bij Nero Hollandia. En die gaat de versnelling nu inzetten. Daar komt Nero Hollandia aan de buitenkant. Maar Magic Schermer leidt nog altijd. Magic Schermer, Nero Hollandia. 12 rond is de laatste 500 meter. Dan is inlopen niet meer mogelijk. Magic Schermer wint. Nero Hollandia is tweede. En de derde plaats is voor Love Surprise. 16 rond voor de winnaar.